www.deboodschap.today. Nieuwe maximale verkoopprijs van Urium vastgesteld op SRD 160-165. De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Rabin Parmisser, heeft zojuist overeenstemming bereikt met het rijstbedrijf D. Ramadin en Sons in het district Nikeri over de nieuwe maximale verkoopprijs van Urium. Deze overeenstemming is in een verklaring getekend door minister Parmisser en Bagwat Persat Ramadin, directeur-eigenaar van het rijstbedrijf dat Urium importeert. De nieuwe maximale verkoopprijs van Urium, 46% per zak van 50 kilo, is vastgesteld op SRD 160 bij Algemene Haven Nieuw-Nikeri en bij rijstbedrijf D. Ramadin en Sons is de maximale verkoopprijs SRD 165. Het Urium zal deze week beschikbaar zijn voor de verkoop. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.